Nou, dan doet Dopio VU Amsterdam doet eens een keer niet mee. En toch weer een Dopio. Wat is dat met jullie? Ja, we hebben onderling altijd dan de strijd, zeg maar, wie gaat voor die publieksprijs. En dit jaar hebben wij gewoon aangetoond dat wij heel graag voor deze prijs willen gaan. Ook omdat Dopio 10 jaar bestaat. En de oprichter Peter komt ook uit Joure. We zeiden van, vinden we het een mooi moment om nu ervoor te gaan. En te laten zien dat niet alleen Douwe Egberts Joure is, maar Joure ook een mooie Dopio Espresso hoofdvestiging heeft. En hoofdkantoor. En we zeiden, daar gaan we er nu vol voor. Je hebt net al het podium al een beetje over verteld. Maar er zijn ruim 11.000 stemmen uitgebracht, waarvan 10.000 of 10% naar jullie gingen. Dat is wel heel netjes. Ja, daar moet echt de credits aan de dames geven ook. Zij waren continu enthousiast om volle bakken te gaan op social media. En dat heeft geresulteerd in deze prachtige prijs. Dus, Dan gaan we het aan de dames vragen, want social media is wel heel sterk ingezet, begreep ik. Ja, klopt. We hebben eigenlijk iedereen wel een beetje klein beetje mee overdonderd elke keer. Want ik vond mezelf op een gegeven moment ook een beetje opdringerig. Maar ja, je wilt toch graag die prijs winnen. Dus toen we dachten gewoon, nou, we doen gewoon ons best. En dan iedereen weet dat het op een gegeven moment ook alweer klaar is. En iedereen, als ik nu ook de reacties zie, iedereen is zo blij voor ons. Dus ja, dat is gewoon super mooi om te zien. Echt heel leuk. Kun je een beetje vertellen, ik kom even dichterbij staan, kun je een beetje vertellen hoe jullie dat ingezet hebben, social media? We hebben ten eerste heel veel filmpjes gemaakt en dat allemaal op Facebook gezet. En mensen allemaal opgeroepen om te stemmen. En dat werd dan ook weer heel vaak gedeeld en dat ging super vaak bekeken. En dat heeft blijkbaar heel goed gewerkt. En nu? Ja, nu hebben jullie dus de publieksreis gewonnen. Dat is tijd voor een goed feest, neem ik aan. Zeker. Ja, we hebben donderdag Joure te merken. En dan trekken we superveel mensen naar Joure toe. En die moeten ook allemaal een bezoekje brengen aan Dopio Joure. Want jullie doen sowieso ook heel veel met social media, hè? Ja, steeds meer. En we zien dat daar een kracht in zit. Dat we mensen kunnen bereiken met hetgeen wat we doen. En dat we graag vertellen wat we dagelijks de mensen te bieden hebben. En dus ook dit. Dat we onze passie met ze delen. We gaan nu ook beginnen met trainingen en workshops. En we zetten het op veel manieren en kanalen in. Ja. Ja, we begrepen al van het hoofdkantoor, die hebben ook stiekem al wat gevraagd, dat ze echt heel erg onder de indruk waren van de manier, in ieder geval het fanatisme op jullie tekeer gingen allemaal. Met hoeveel doen jullie dat allemaal? Ja, ik denk dat we met iets van 18, 19, 20 mensen zijn ongeveer. Ja. En we zijn gewoon dan super enthousiast met z'n allen. Dus iedereen trommelt gewoon al zijn vrienden, familie, oud-collega's, oud-schoolvrienden. Dus ja, dan gaat het snel natuurlijk. Dus, En we hebben ook nog wel een leuke uitdaging, want de publieksprijs heb je natuurlijk te danken aan al die mensen die op jullie gestemd hebben. Dus hoe gaan jullie die mensen nou bedanken? Nou, we hebben al wat heel leuks op Facebook gepost. We hebben iedereen al bedankt. En natuurlijk iedereen in de zaak gaan we ook bedanken. En het verloot een koffiemachine voor de maand, dat ook nog. Onder degenen die op ons gestemd hebben. Dus heel mooi thuis barista mogelijkheid. Ja. En Dopio VU Amsterdam heeft hem 3 keer achter elkaar gewonnen. Ja. Gaan jullie eroverheen? Ja, we zullen het zien. Vakjury, daar is zeker nog verbetering mogelijk. En we gaan kijken of we volgend jaar weer meedoen. Maar dit is in ieder geval een hele mooie prijs. En hier gaan we eerst van genieten. En dan gaan we kijken in het volgende jaar of we weer meedoen, ja of nee. Gaan jullie het nog vieren, deze overwinning? Mijn vriendin zei het net al, we hebben Joure te merken. Dat zijn de dorpsfeesten bij ons, de 4e donderdag van september. Dus we gaan er zeker een mooi feestje van bouwen de komend weekend. Ja, dat komt helemaal goed. Ja. Waarschijnlijk gaan we het allemaal zien via social media. Ja, zeker.